De 31 oude platanen aan de Sint-Jans-Gildestraat in Beek kunnen vooralsnog blijven staan. De gemeente Montferland komt terug op het eerder genomen besluit om de bomenrijen te vervangen. En dan komen ze daar van rechts. Misschien. Maar de toestanden. Johannes Koster is net als een meerderheid van de buurt de oude platanen liever kwijt dan rijk. Regelmatig ziet hij gevaarlijke situaties voor zijn deur gebeuren. Een vrouwtje gevallen, hier gevallen. Over de dingen. En een man met de fiets over de kop. Een kind voor de auto gelopen. Ik heb hier van alles gezien. Toch zijn een aantal buurtbewoners maar wat blij dat Montferland de beslissing om de monumentale bomen te kappen heeft teruggedraaid. Fantastisch nieuws. Ja, heel fijn dat ze. Tot inkeer klinkt misschien een beetje zwaar, maar dat het inzicht is gekomen dat die bomen echt belangrijk zijn en moeten blijven staan. De gemeente gaat nu samen met een werkgroep van aanwonenden kijken hoe de weg veiliger ingericht kan worden en hoopt voor de zomer met een voorkeursvariant te komen. In theorie zou het zelfs zo kunnen zijn dat alsnog alle bomen gekapt gaan worden. Daar ga ik vooralsnog niet van uit. Ik denk dat het een compromis zal worden tussen voor- en tegenstanders van bomen, waarbij een groot gedeelte van de bomen waarschijnlijk gehandhaafd zal worden. Maar nogmaals, dat zal het participatietraject uitwijzen. De discussie over de bomen in de Sint-Jans-Gildestraat zal dus ook de komende tijd de gemoederen nog flink bezighouden. Dit is geen straat waar je hard doorheen kunt rijden, dus ze zorgen daarmee ook voor een stuk veiligheid. Op de eerste plaats deze bomen weg, want dat zijn de vier, geloof ik. En dan kunnen ze hier uit de Goolstraat, kunnen ze zo die kant op, kunnen ze zo naar de bank.